Het was een hele schok voor de wandelaars die vanmorgen hier aan het Wilhelminakanaal Zuid in Oosterhout een babylijkje vonden. Zij hebben inmiddels professionele hulp gekregen. De politie is een groot onderzoek gestart naar de doodsoorzaak en de identiteit van het babytje. We houden wat dat betreft alle scenario's open. Het kan zijn dat het babytje dood is geboren. Het kan zijn dat het na de geboorte om het leven is gebracht of een natuurlijke dood is gestorven. En het zou zelfs ook nog zo kunnen zijn dat het hier te vondeling is gelegd en uiteindelijk door een gebrek aan verzorging om het leven is gekomen. Wij gaan in ieder geval op dit moment nog steeds uit van een misdrijf. De baby was hooguit enkele dagen oud. De politie wil nog niet zeggen of het om een jongen of meisje gaat. Het lijkje lag naast een wandelpad bij atletiekvereniging Scorpio. Ook de mensen die het hier hebben gevonden waren bijzonder emotioneel. Als je dat onverwacht zo in één daarmee geconfronteerd wordt. Ja, want die liepen hier gewoon te wandelen en in één keer zagen ze iets liggen. Ja, die zagen iets liggen. Die denken, hé, wat is dat? Zullen we dat opruimen? Dachten eigenlijk dat het afval was wat hier in het bos was achtergelaten. En treffen dan een babylijkje aan. Ja, dat is behoorlijk heftig. De politie weet dus nog niets over de identiteit van het kindje, maar gaat uit van in wanhoopstaat. Nou, ik wil in ieder geval beginnen met een dringende oproep te doen aan mensen die mogelijk betrokken hierbij zijn, om zich te melden bij ons. Want wij gaan er nog steeds vanuit dat hier iemand uit een stuk wanhoop heeft gehandeld en ook dringend hulp nodig heeft. Op het stoffelijk overschot van het babytje wordt nog sectie verricht.